Wir kommen bald zu meinem Vlog, meine Reise zu Prag. Ich bin jetzt umgekommen, herangeflogen von Finnland. Und ich habe jetzt treffen, wie ich darf gehen. Ich treffe mich mit Richtung der Autobus. Es ist ein bisschen schwierig, alles zu treffen, weil ich rede nicht die Sprache. Ich weiß nur, ob es 20 Wörter für den Tschechisch in Finnisch rede ich ja. Ich bin sehr gering dort. In Norwegen. Ja, aber ich meine, als ich habe auf den richtigen Autobus gegangen, zu meinem Hotel. Bei meinem dritten Vlog in Jiddisch ist es mir gering schon, sie nicht Aramisch, nur so viel Englisch, wenn ich rede. Ein kleines anderes Mischbild von dem. Ich fange mit dem Gehen zu dem Versailles. Ich finde Geschichte, was ich habe hier in Prag. Es ist herrlich. Das Gebäude ist herrlich. Und ich kann wissen, ob es war im Vasen. Und ich gehe jetzt machen, sie der alte Teil von der Stadt. Und ich habe mich gemacht als ein kleines Spiel, als ich gehe aufzählen, jedem Mal eine Sprache tun, was ich kenne. Ich mache einen Zettel und ich schreibe darauf jedem Mal. Ich habe schon dreimal Deutsch, zweimal Übriss und einmal Finnisch. Und wir sehen, was es geht, weil ich bin nicht umgekommen, aber ich umgehe alle meine Sprachen. Es sagt manchmal, ich komme besuchen von Prag. Ich habe dadurch gewacht, Tovos gestanden, Jerusalem Synagogue. Und ich habe auch gegangen auf meinem Weg, nur weil ich habe mich gar nicht so gewesen. Ich hier Schiel in Europa, in die ich gehe. Und es ist die schönste Schule, die ich gesehen in meinem ganzen Leben. Ich kann schöne Werte, die Farben, die Fenster, die ganze Gebäude. Ich habe mich gewollt reingehen, aber sie lassen nicht heran. Menschen im Winter, noch ein bisschen mehr. Und dann gehe ich heute, später, und ich kann reingehen. Ik ben er ook gekomen
gebouwd was hij is de Museum of Torture in Gemist Arankemen. Zo, dus gebouwd hij is, met $7. En ja, ga ik wazen. Ik heb een huis, ik heb maar een stief gereed. En ik dacht, we gaan best wel opreden. Dan gaan we opreden als je verhaal bij zo'n schoen. Echt best wel een telefoon hangt en ik batterie. Als ga je zo'n weer verloren. En als je doet, was ik kennist. Ook nog een batterie op mijn telefoon. Ik ben zo begonnen, ze kunnen treffen mijn weg en op de plaats. Ja, zo gaat het terug gekomen. Was ook wat uitgelopen. En ik loop een beetje ogen op mijn batterie. En dan ga je spreken tot ik er ook ga. Ik pak je de Chabad Grill. Ze hebben nu een restaurant. Ze hebben een zoveel kusher restaurant. Ik heb een vrijwillig getracht. Ze is nog zoveel Jiden. En ze zitten dus op een zaag Jiddische toeristen. Ik heb een doel en ja, ik doe een neg. Ik heb ook gegessen in de kosher restaurant, de Chabad. Ze hebben door poer. Ik kan niet blijven als ik wakker heb in Praag. Ik heb nog gewist dat ik hem even. Weinig weer gooi de stukken. Nou, weer ga gooi de stukken. Wel. Dat is vrij, was ik gedacht vliegen naar Norway. Ik heb ongeveer een zijn getoast mijn reis terug naar huis. Van Finland. Voor Shabbos. En ik mag niet reizen op Shabbos. Ik heb gezicht door andere wegen aan. Dus ik ga goed naar Roosgein van Finland. Naar is echt heer. Heb ik gekeken, oké, ze doen aan. Ze vliegen naar een ander land in Europa is zeer gering en snel van Finland. Ze doen ze geen nog haar land, dus ik ga toch een week heim. Ik ga bijna wel komen naar Praag. Dus ik dacht, oké, dan mag ik zijn op Praag gehad. En ja, Praag gehad. Praag gehad. Ze vliegen naar New York. Zo, en ik dacht, oké, ga ik op plan voor 2 dagen, wat moet je doen? Heb ik gewoon in Praag. En dit is wat ik zo geschehen. Hey, good morning! Van Praag. Ik heb het overwerk ongeteen en ga ik op gang van frustig. Dat heb ik in het hotel. En dan ga ik bezigen op hoe meer shields. Ik ga gaan zien museums in in het slot.
tvých očí jsem se zbláznil a teď nemám klid. Hlava třeští, asi tě mám rád. Stále někdo říká, vzbuď se věčně trhánit. Studenou sprchu měl bych si dát. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si jí do vlasů, běhla dívám tě já. V tomhle smutném světě si má naději na víru, že nebe modrý ještě smysl má. Přinesem ti kytku, no co koukáš, to se má, tak jsem asi jinej, teď to ví. Ik ben teruggekomen van de palats en ik ga jetzt wakken zien de Spanische Schiel. Ze hebben nog 20 minuten wakken. Ja, ze zijn alle samen in de, ze hebben door de Jiddische gegend, Jiddische zaken. Alle samen is door 7 Schielen in Praag. De Wapmerhof, de oude tempel. Het is een soort oorlog van de toren. De mensen hebben alleen onze kleine moerschkes. Ik zeg dat ze zeggen dat ze nog mooie tijden zijn. Ze zijn nog mooi opgeruimd in mijn stiep voor een beetje. En ik heb getoond dat ze meer bekwame en warme kleider. Ze worden een beetje kelder. En ja. Nog mooi, maar ik ga een beetje meer naar hem wakken. Ze zijn in Praag. Ik heb een speciaal, ik ben echt uitgepland. Nog naar hem te wakken, dan zijn we zo doen. En ik mag nog een nacht vrij, wel. Ik ben een beetje van hem wakken de hele dag. Stoet, het is een beetje anders bij nacht. Ik
mijn geest aan maar een wakken. En we zullen zijn mee van Praag. Ich gehe jetzt dann spazieren, du. Ich dachte, ich soll es sehen. Ein Buba nach. Vielleicht bin ich mehr für einen Menschen, das hat mir ein bisschen geil und früh. Und dann in der Wendung mit der Nacht. Aber es ist echt schön, du. Ik heb nog met mijn dritte tog in Praag. Hand ga ik eruit vliegen, aan de nacht. Naar Spanje. Maar ik ga nog de ganze tog, want ik vlieg eruit bij de nacht. Ik heb gedacht dat als ik ergens in me zei, dat ik weet dat veel niet. Het is wat ik sta maar in, want ik heb echt niet iets ons gepland. Ik zit hier in hand. We're going to a bit to see the museum, and yes, we're going to Charles Brick. Ik ga nu met mijn rentsel van het hotel. Ik ging nu naar Chabad. Ik heb gekozen voor het eten. Voor het liftveld. Ik heb dat niet aan. Voor een beetje. Ik heb daar vanochtend nacht over. En het is niet echt de weg dat ze kopen koosje te eten. In mijn reizen uit Finn, Praag. Geht in Apu Minute. Ich freue mich auf Wiedersehen in meinem Video. Auf Wiedersehen!